op het moment dat we dit opnemen, regent het, miezert een beetje, maar stonden we aan de vooravond van, zo luiden de voorspellingen, strenge vorst, matig tot strenge vorst, kiek. En als ze dan heen even reis, dan denkt ze, dit goeie man, dit moet het druk hebben. Jarenlang niks te doen gehad, waarschijnlijk. Het wel een beetje elfstedig. Hallo. Dag mevrouw. Dag meneer. Ik zal mijn man even roepen. Oh, u voelt hem aankomen. Hoi. Ja. Maar ik laat jullie niet binnen. Nee, gelijk heeft u mevrouw. Ik kom net uit de douche. Dag meneer Henk. Goedendag. Ik wou net schaatsen gaan slepen. Laat dat nou net de reden zijn waarom we aangebeld hebben. Ik moet even die schaatsen. Ja, kom nou even. Want die meneer die heeft net gekomen. Kom. Nee, want dat kan. Ho. Ja, corona afstand. Ik stop. Ja, wie is van Gilst en wie is Veenstra? Ja, nou dat is ik ben van Gilst, hij is Veenstra. Ik ben ook van Gilst. Oh, maar dat paste niet meer goed op het bordje dan, hè? Nee, maar de algemene naam is van Gilst. Van Gilst. Ja. U bent een echte ambachtsman als het gaat om schaatsen slijpen? Ik doe het al 45 jaar. Nou, dan hadden we geen betere kunnen vinden dan Henk van Gilst. Ik weet wat ik doe, ja. En ik zeg net tegen de collega's en tegen de mensen thuis, hij heeft waarschijnlijk jaren niks te doen gehad. Ik heb inderdaad de laatste jaren hier en daar één. Maar echt goed 9 jaar geleden. Ja. Toen liep het. Ja. En toen ineens, ja, toen hadden we geen ijs meer. Nee, precies. En toen hadden we vanmorgen pas een borstje op. Vanmorgen pas op. Nee, en wij rijden hier echt, u kunt me op mijn blauwe ogen geloven, ja, stom toevallig ik langs. Ik zie je iedere avond, ik zie het, hoor. En u hoeft nog steeds niet naar de dokter? U zegt, u kijkt elke avond naar ons? Nee, hoor. Geen problemen met de ogen? Alleen, nee. Maar dat maakt niet zo. Alle gekheid op een stokje. Ja. Vanmorgen dus de bordjes opgehangen. Ja. Ja. Maar loopt het nu storm? Ja, nou, ik vanmorgen heb ik al het eerste telefoontje, dus dat gaat komen, dat weet ik. Bent u zelf dan ook een type dat altijd de weerberichten in de gaten houdt? Ja. Ja? Ja. Als, als ik lees vorst, ja? Dan begint het bij mij al te kriebelen. Dat heb ik altijd gehad. Maar ik ben ook schaatser, dus ik ben eigenlijk met schaatser geboren. Nou, uit welke contreien, waar liggen uw roots? Utrecht. Ik ben in Utrecht geboren. Ja. Mijn vader uit Rotterdam, mijn moeder uit Amsterdam, ik uit Utrecht. Wie het Hollandse hebben, dus het zit bij ons ingebakken. Hij heeft een bedrijf gehad, wij en Kerkhaard. Ja. Dit bord heeft hij ook gemaakt. Oh. Ja. Een echte ambachtsman. Altijd met uw handen gewerkt? Ik ben technisch directeur van een non-ferro metaalgieterij geweest. Okay. Oh, dus u heeft altijd in het ijzer gezeten? Nee, non-ferro. Non-ferro? Niet ijzer. Niet ijzerhoudend bevattend. Oké. Okay. Ja. En als compensatie dan toch te schaatsen? Nou, Want dat is zo ferro als het maar zijn kan. Nou, hè? Dat kwam zo. Ik schaats al heel vroeg. En op een gegeven moment ben ik in Heerlen terechtgekomen voor schaatsen te slijpen. En die konden het niet. Die deden het niet goed. En toen heb ik... Ik maakte onderdelen voor slijpmachinefabriek IJmuiden. Ja. Voor die slijpmachines. Ja. Toen zei ik, jongens, ik koop bij jullie zo'n slijpmachine. Ik ga het zelf doen. Sinds 1967. En sinds die tijd doe ik het zelf. Omdat ze het daar in Limburg... Ja, ik wil niet zeggen van Limburgers, die weten het niet, maar het zit bij ons ingebakken. Ja. Bij hun niet. Nou, we hebben ontzettend bedankt, mevrouw van Gilst, Veenstra. Nee, maar we hebben net op het vorige adres ook al koffie gehad. Dus wij worden tot in de puntjes verzorgd door de Limburgers. U zegt... Limburgers hebben er geen verstand van. Nou, dat wil ik niet zeggen natuurlijk. Nou, nee, maar ik snap dat ook wel. Want die traditie, die hebben wij natuurlijk veel minder. Dat is het hem juist. Want we hebben in het noorden meer water. Hier hebben ze niet zoveel water. Nou, de plasjes. Ja.
Nee, maar, en ook dingetje. Eigenlijk maar één ijsbaan, hè? Ja, ja. Dat is toch Glanerbroek, of niet? Glanerbroek, ja. Ja. In het noorden liggen er meer. Ja, maar hier goed. Is ook een ijsvijver, hè? Ja, hier is een schaatsvijver. Ja. Het officiële schaatsvijver. Wat is nou het geheim, meneer Vergeelst, van het slijpen van schaatsen? Want u zegt van, ja, ze deden het toen helemaal verkeerd. Hoe moet je dat uitleggen? Probeer eerst even uit te leggen hoe je het vooral niet moet doen. Met een hobbelige schijf. Dan krijg je allemaal hobbeltjes erin. En dat, kijk, als je over het ijs gaat, dan moet je glijden. En als je naar achteren kijkt, dan zie je één streepje. Maar als er braampjes aan zitten, of het hobbelig is, ja. Zie je allemaal achter je net van die kleine, kleine dingetjes. Hele kleine dingetjes. Dan gaat die schaats een beetje zwabberen eigenlijk. Ja. Het is niet echt goed. Ja, schaatsen moeten scherp zijn. Dus echt. Dat betekent ook dat de schijf waarmee je slijpt enorm belangrijk is. Heel belangrijk. Dat is het belangrijkste. Het belangrijkste van alles. En die moet ik elke keer opnieuw zelf weer slijpen. Laten we het zo stellen. Dus de slijpschijf moet je ook slijpen? Jazeker. Waar doe je dat dan weer mee? Dat doe ik met een diamant. Met een apparaatje. Dat is, kijk, een slijpschijf die loopt rond. Ja. En dan is het. Dat zijn honderdste millimeter. Dan doet hij dit. Maar met een diamantje, met een apparaatje, ga ik daar overheen en doet hij gewoon bzzz, helemaal precies. En dan ga je met de machine eroverheen. Dat is het. En dat is alles. U vertelt het. U kijkt erbij en uw handen maken bewegingen, ja. Waarvan ik dan denk van, u doet dat echt met passie. Dat, hè? Doe ik ook. Dat is het ook. Dat is het ook. En die schaatsen die u nu in de kelder heeft, hè? Ja. Zijn die van een kennis? Of nee, van iemand. Van iemand, een klant? Van een klant. Zijn het Noren? Nee, het zijn geen kunstschaatsen, die heb ik ook, doe ik ook. Ijshockeyschaatsen. Ijshockeyschaatsen. Ja, ik doe ze alle soorten. Ja. Ja, ik moet zeggen, inderdaad, ik doe het heel lang en toch leer ik nog elke keer bij. Dat je elke keer weer een klein trucje erbij ziet dat het nog beter gaat. Heeft u nooit eens, heeft u wel eens schaatsen geslepen van een topschaatser, een bekende schaatser? Jawel. Dat was in België. Toen was er iets van een club, ijsschaatser. Ja. En die heb ik toen inderdaad geslepen, ja. Maar ja, ik zal u eerlijk vertellen. Als er ergens anders, want hier was een oudere meneer, ja. Die deed ze ook. En toen kwam er iemand naar mij toe, die zei van, kijk, moet je kijken, ze hebben ze me geslepen. Ik zei, weet je wat ik doe? Ik slijp ze je schaats gratis. Dat was puin op. Dat sloeg nergens op. Dat deed u pijn aan het hart? Dat deed me pijn aan het hart, ja. Ja, ik doe het met plezier. Staat u, want u zegt, aan het begin van het gesprek zei u ook meteen van, ik ben zelf ook een schaatser. Ja, maar ik heb heupoperatie, ik heb een nieuwe heup. En nou is het zo, als er ijs is, heb ik meestal niet de tijd om te gaan schaatsen. Oh ja. Want dan bellen ze. Bent u aan het slijpen? Nou, ik ben niet. Oh, kijk nou toch. Daar bent u nu aan bezig. Ja, dat nou, dat gaat komen. Dit gaat komen. Dit. Wat slim van u, mevrouw van Geelst, om even kijk, als een schaats erbij te pakken. Kijk, als u dit voelt. Voel eens eventjes hier. Ja? Dan voel je een braampje. Nou, dat is funest. Totaal funest. En dat voel ik hier overal. Kijk, en als ik met mijn vinger eroverheen ga, dan moet die echt helemaal goed eraf gaan. Maar het moet nog beter gaan, want het is niet scherp genoeg. En dan kijk ik ze of die recht is. Ja, en dan polijs ik ze nog na. Dus de mensen die hier komen, die. Ja. Als ik het nou geweten had, meneer Vergeelst, dan had ik de schaatsen van het hele gezin had ik meegenomen vandaag. Kan. Ik ben. Moet ik snel zijn? Nu? Ben je gek? Nee? Wel, nee. Nou ja. Ik slijp vanaf nu tot. Ook morgen. Overmorgen doen we het. Altijd. Dus breng ze maar. Ik ga het in mijn oren knopen. Maar dan heb je ook kwaliteit. En laten we zeggen, dan heb je ook plezier aan.
En hoe lang kun je schaatsen op een fatsoenlijke manier als ze geslepen zijn? Hoe vaak moet je dat... Ligt helemaal hoe zwaar de persoon is, hoe die afzet. Als de schaatsen, als je klaar bent en je gaat over gras lopen, oh ja, kunnen steentjes onderliggen. Ja. Ik heb het gelijk vergeten. Daarom, als ik een schaatsen slijp, geef ik ze een papiertje mee met een heleboel raad, laat het zo stellen. Van doe dit niet, doe dat niet, zo niet, zo niet, al die dingen meer. En dan kan je er toch wel, nou, heel lang op schaatsen, jawel. Ja? Jawel. Kijk, als je, laten we zeggen, naar een schaatsbaan gaat, dan kan je toch wel, als je goed geslepen bent en goede kwaliteit ijzer hebt. Want tegenwoordig heb je schaatsen die worden voor een paar tientjes aangeboden. Ja. Tinnef, dat is rotzooi. Ja. Daar heb je niks aan. Echt goede kwaliteit. Ja, dat is niet meer zo erg. Ja, dan betaal je ook ervoor. Staat u wel eens schaatsen te slijpen waarvan u denkt van dit ijzer is het eigenlijk niet helemaal, ja, niet waard? Precies. Dat heb ik wel eens. Ja. Maar ja, dan moet je eigenlijk tegen die mensen zeggen, ik geef ze wel een goede raad. Maar luister, dit zijn dusdanige schaatsen. Maar als je goede schaatsen wil hebben, koop dan zus of zo, wat dan ook. Dus het is niet allemaal dat je zegt, kijk, deze... Die meneer, ja, die kwam vanmorgen, hij belde me eerst. En hij zei, ja, ik heb ze op internet gekocht. En ja, die zullen wel niet goed zijn. Maar dat zegt niks. Want deze zijn juist hele goede kwaliteit. Oh. Maar dat, ik voel dat, ik zie dat, ik merk dat, ik... Ja, het is... Hoe moet ik, ja, kan het niet uitleggen. Eigenlijk. U bent de schaatsenfluisteraar van Maasniel. Min of meer wel, ja. Min of meer wel.